bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een back to school make-up look maken. Dit was niet de video die ik had gepland voor vandaag, maar ik heb echt een aantal berichten gehad voor mensen die heel graag een back to school make-up look willen zien. En ik heb ze tot nu toe volgens mij ieder jaar gemaakt. Dus ik dacht, laat me gewoon snel zijn en deze video nu maken. Ik heb ook mijn haren zo gedaan. Zo van, ik vond dit wel zo'n naar school toe gaan look. Het wordt vandaag geen snelle 5 minuten quick back to school make-up look. Dit wordt echt een first day of school make-up look. Ik weet van mijn eigen toen ik nog op school zat. Ik heb mbo gedaan en hbo en vmbo obvious ervoor. Ik weet nog dat mijn eerste dagen waren echt zo die cliché. Ik kwam altijd zo helemaal zo extra mooi aan en zo. En dag 2 en de rest van het jaar zag ik er gewoon uit als een soort van junkie. Dus ik ga me vandaag echt focussen op die eerste dag. Ik heb vorig jaar een back to school look gemaakt die wel een beetje snel was volgens mij. Dus ik zal die hier linken of je kunt hem gewoon gaan zoeken op mijn kanaal. En ik ga me vandaag vooral focussen op vooral betaalbare make-up. Niet allemaal waarschijnlijk, maar wel een heleboel betaalbare make-up. En make-up die lang blijft zitten, want een schooldag was voor mij vaak van 9 tot 4. En dat is wel toch mooi 7 uur. Dus je make-up moet gewoon de hele dag goed blijven zitten. Because ain't nobody got time om het 8 keer per dag bij te werken. Dus laten we gewoon snel gaan beginnen. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we nu beginnen. Ik ga eerst beginnen met het primer van mijn gezicht. Een primer kan zoveel verschil maken. Een primer kan je make-up echt beter laten zitten de hele dag. Eentje die ik heel fijn vind is de Catrice Prime & Fine primer. En die is ook anti-shine. Dus ook fijn voor mensen met een vettige huid. En hij is gewoon overal heel fijn, omdat hij ook hydrateert en alles. Voor foundation gebruik ik de Maybelline Fit Me in de kleur 128. Dit is een matte foundation, dus ideaal voor vooral mensen met een vette huid. Ik heb een normale tot droge huid, maar ook ik vind hem heel erg fijn. Hij heeft ook veel kleuren en ik vind dit echt een ideale foundation die en betaalbaar is en ook gewoon lang blijft zitten op de huid. Dus je kunt je hele schooldag door met stress, met zweet, maar je foundation blijft gewoon goed zitten. Als concealer gebruik ik de Catrice Liquid Camouflage Concealer in de kleur 020 Light Beige. Dit is een hele betaalbare concealer met echt heel veel dekking. En vooral voor de slapeloze schoolweken is zo'n concealer echt ideaal. Ook voor de mensen die op het VMBO zitten. Dat zijn vaak ook de acne tijden. Dus veel meiden daar hebben gewoon echt acne waar ze niet heel blij mee zijn. En dan heb je ook een hele fijne concealer om het een beetje te bedekken als jij dat fijn vindt. Kijk, ik heb nou een hele mooie smooth basis zonder dat ik er echt heel cakey uitzie. De concealer en de foundation zijn echt een perfecte match. Echt een match made in heaven. Ik vind ze altijd heel mooi om te combineren omdat ze gewoon zo mooi en smooth in elkaar overgaan. Echt, I love it. Dan ga ik ook poeder aanbrengen zodat vooral de concealer gewoon op zijn plek blijft zitten en niet allemaal gaat creasen. Ik gebruik hiervoor de Nabla Close-Up poeder. En die breng ik gewoon zo aan onder mijn ogen op de concealer. En dit zorgt er dan echt voor dat je concealer niet gaat creasen. En gewoon mooi op zijn plek blijft zitten de hele dag. En de poeder maakt het een beetje mat. Dus vooral voor mensen met een vettige huid, breng het gewoon aan over je hele gezicht. Ik breng het gewoon zo vooral aan op de plekken waar ik concealer heb gezet. En dan met wat nog een beetje zo op mijn spons zit, ga ik zo lichtjes over de rest van mijn gezicht. Zodat gewoon alles goed blijft zitten. En om alles iets minder poederig te maken en iets meer in de huid te laten inblenden, gebruik ik mijn MAC Fix Plus. Dit is de mini in de variant White Tea. MAC Fix Plus is een van de weinige dure producten die ik echt zeker aanraad, want er is er echt geen eentje zo goed als MAC Fix Plus. Zo, dan is mijn base klaar. Mijn huid ziet er gewoon zo mooi uit. Dan ga ik even snel beginnen aan de ogen. Omdat het de eerste schooldag is, wil ik een beetje extra doen en een winged eyeliner maken. Ik gebruik hiervoor mijn Benefit Eyeliner Pen.
Dan wat mascara. Eentje die ik heel fijn vind is de groene Essence Princess mascara. En omdat ik bijna geen echte mooie wimpers heb, gebruik ik ook neppe wimpers die er een beetje naturel, maar toch wel een beetje mooi uitzien. En dat zijn deze wimpers van de Primark van de Sosu collectie. En dit is de stijl New York. Zo, de wimpers zitten er helemaal op. Ik vind ze echt super, super mooi. Dit zijn echt mijn favoriete Primark wimpers. Ik heb ook een beetje mascara onderaan gebracht en that's it. Dan ga ik mijn gezicht een beetje bronzen om een beetje kleur terug te brengen in mijn gezicht en een beetje dimensie. Want nou is het zo flat één kleur. Ik gebruik mijn matte bronzer van NYX in de kleur medium. En ik gebruik mijn Sarah Marie Cosmetics bronzer kwast om het mee aan te brengen. Ik breng bronzer aan over bekant mijn hele voorhoofd, want ik heb echt een super groot voorhoofd waar ik vroeger ook altijd mee werd gepest op school. Dus zo kunnen we die een beetje soort van minder groot maken en een beetje meer bronzie. Dus ik ga er altijd hier echt zo helemaal in. En dan zo hier een beetje bij mijn jukbeenderen. Hier zo bij mijn wang een klein beetje zo. En that's it eigenlijk. Als jij iemand bent die niet van blush houdt, dan kun je de bronzer ook zo een beetje hier zo aanbrengen als blush. Maar ik hou wel van blush, dus ik ga sowieso blush aanbrengen. Ik gebruik mijn Milani Baked Blush in de kleur Luminoso. Dit is een hele mooie peachy kleur met een hele lichte glans erdoorheen. Zo breng ik ook weer een beetje kleur terug in mijn wangen, zodat ik een beetje leef. Blush gaat er altijd het snelst vanaf. Dus als je echt wil dat hij lang blijft zitten, dan moet je gewoon nou al ietsje meer aanbrengen. Het mag gewoon echt iets te veel zijn. Want ja, het gaat er toch bijna altijd helemaal vanaf. En ook best wel snel ook. Zo. Ik vind blush mij ook altijd zo een beetje jong maken. Zo een beetje zo cute. Als highlighter gebruik ik mijn Elf Baked Highlighter. Super, super goedkoop. Super mooi. In de kleur Moonlight Pearls. Als je hem koopt, moet je er wel echt eerst een laag van afschrapen. Want ja, anders komt er niks vanaf. En let niet op mijn gebroken nagel. Helemaal in de studentenstijl. Met mijn halve bak acrylnagels. Maar ik ga die vandaag laten fixen door mijn vriendin Jasmin. En deze breng ik zo aan hier bij mijn jukbeender. Gewoon een beetje. Nothing too much. En ook hier bij mijn voorhoofd een klein beetje voor een glow. En als je nog een beetje extra wilt zijn, kun je het ook aanbrengen zo hier. Hier binnenste ooghoeken. En ook een beetje zo op mijn neus. Nou, dan de lippen. Ik persoonlijk zou voor iets gaan wat makkelijk is, maar ook lang blijft zitten. Dus ik ga sowieso voor een liquid matte lipstick, want mat blijft altijd lang zitten. Ik heb wel mijn lippen goed gehydrateerd net ervoor, zodat ze niet helemaal uitdrogen. En ik gebruik de NYX Liquid Suede Liquid Lipstick in de kleur 04. En ik vind hem ook echt heel makkelijk aan te brengen en gewoon ideaal. En het is ook een beetje een nude kleur. Kijk, die heb ik echt gewoon zo makkelijk aangebracht. Het is ook een beetje een nude kleur. Ik vind hem op beeld wel iets heftiger dan in het echt. Dus ja, I like it. En dan als laatste een setting spray, zodat alles goed blijft zitten. Ik gebruik mijn W7 Ready Set Glow Holo setting spray. En dan is de look af. Nou, dit was dan letterlijk mijn eerste schooldag make-up. Dit was letterlijk de look die ik dan maakte. En af en toe had ik gewoon extra zin en tijd in de ochtend. Ik ben echt een ochtendmens, dus ik heb dan vaak gewoon energie. En dan maakte ik de look gewoon ook gewoon voor random dagen. Als je hem makkelijker en sneller wilt maken, kun je het ook doen zonder foundation of zonder nep, wimpers, whatever you want, om het gewoon iets sneller te maken. Maar ik vind dus dit echt een hele geschikte, mooie, neutrale look voor je eerste schooldag. Nou, ik hoop dat iedereen weer heeft genoten van de video. Vergeet niet te liken en te abonneren als je dat hebt gedaan. Ik plaats hier ook twee video's die je misschien nog niet hebt gezien en kunt gaan kijken. En dan hoop ik jullie weer allemaal te zien bij mijn volgende video. Doeg!